VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Secon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Hebben zij niet zo heel veel te verliezen. Ze staan heel veel punten achter. Dus zij zullen de schoon van zich afgooien en alles aan doen om de komende twee wedstrijden te winnen. VVV wacht waarschijnlijk een heet middagje NAC zondag. Straks meer daarover. We gaan op bezoek bij de geblesseerde Gerald Promes. Maurice Stijn gaat ook met de top 3 aan de slag. Maar nu eerst terug naar de laatste wedstrijd VVV-PSV. Opoku wint weer een kopduel. Van Ooyen sluit aan. Mlapa staat op één lijn en lost een gevaarlijk schot. Lozano, Angelino. Dit is een grote kans voor PSV met een redding van Oenerstal. Joosten! Och, dat scheelt niet zo gek veel. Lozano is er nu vandoor. Die heeft Bergwijn als steun. Grote kans voor Bergwijn. Stiftje, maar weer Oenerstal. Mlapa, hard voorlangs. Joosten onderweg, Opoku onderweg. Van Ooyen is er nog. Van Ooyen en weer een redding van Zoet. Goeie kans VVV, mooie redding van de doelman van PSV. De Jong de lucht in. En Oenerstal die zich even moet strekken op die kopbal van de topscorer van PSV. En Suntjes kan dan uithalen en die schiet hem vlak langs de kruising. Lozano blijft op de been. Nog altijd Lozano. Lozano doet het! Een puntertje. Weer een late goal voor PSV. Lozano onzichtbaar. Maar wat een belangrijke goal kan dit zijn. Post ook mee. Danny Post. Ruimte in. Opoku. Post wil hem terug hebben. Al liggend nog. De kans. En op de doellijn. Wat een cruciale actie van Denzel Dumfries. Dan zit de tijd erop. Is het afgelopen? Wint PSV van VVV is de ontlading gigantisch, want het was andermaal een zeer moeizame vertoning van de kant van de koploper van de Eredivisie. Ja, Maurice, jouw verhaal van de wedstrijd tegen PSV. Nou, ik denk dat we uitstekende wedstrijd hebben gespeeld. Ook als je hem terugziet, dan zie je dat PSV heel veel moeite met ons heeft. En dat wij behoudens de eerste helft een paar kansen die Lars eruit had, zelf ook een paar grote kansen hebben gehad. Dus ik vond dat redelijk gelijk opgaand. Ja, in de tweede helft voel je steeds meer dat er een sensatie in de lucht hangt. En dan is het eigenlijk heel zuur dat je vlak voor tijd die goal tegenkrijgt. Maar goed, ik kan niemand wat verwijten met die tegengoal niet. Maar ook niet met de strijd, de arbeid. Als je ziet op het laatst nog wat we nog eruit putten om bijna de gelijkmaker te krijgen. Dan complimenten voor iedereen die wedstrijd heeft gespeeld of die is ingevallen. Dan zie je gewoon de individuele kwaliteit van die spelers. Ja, die zijn gewoon goed. En die kunnen op één zo'n moment de wedstrijd beslissen. Ja, maakte dat echt het verschil in die wedstrijd? Ja, zeker. Zeker. Individuele kwaliteit. Gewoon Lozano, Bergwijn, ja, Luc de Jong. Die kunnen gewoon uit het niks een goal maken. En dat is het verschil dat wij Venlo zijn hun PSV. Nou, jij had jezelf ook nog onsterfelijk kunnen maken. Je had wat moois in gedachten een paar keer. Ja, schot net naast. Maar dan moet je gewoon proberen en dan hopen dat je wat geluk hebt. En heb ik niet. Nou, hoe lang is er dan een kater? Nou, die duurt best wel lang, toch wel. Want ondanks dat je... het was natuurlijk schitterend als je... Ik zat ook op de bank met Jai en Mark. En dan in de 70ste minuut of zo, 0-0. Een mooie voetbalwedstrijd. Vol stadion, publiek op de banken. Die gingen allemaal op de banken staan. Of gingen allemaal staan. En dat is waarvoor je 5 jaar geleden hier naartoe bent gekomen. Daar ben ik dan wel heel trots op dat we dat met z'n allen voor elkaar hebben gekregen. Maar goed, dan is het jammer dat je toch in die eindfase die goal tegenkrijgt. En dat dreunt dan nog wel even door. Maar wat heerst is de mooie wedstrijd en hoe we ons gepresenteerd hebben weer aan Nederland. Zonder kaart, het is een voetbalfeest geworden. Nou, dan konden we alleen net niet de slag om op de taart krijgen. Nee, ja, balen wel dat je hem zo nog verliest inderdaad. We hadden daar wel een punt verdiend, vond ik, en misschien wel de winst. Maar ja, het is de PSV, dus er valt wel meer en beter te relativeren. Hey allemaal, vandaag ga ik jullie kaarten die allemaal hebben ingestuurd naar Gerald brengen. En we gaan hem een steuntje in de rug geven.
Alex, heb je al deze kaarten gekregen? Yes. Zoals je ziet, ben je erg geliefd. Ik moet even plaats gaan maken hier in mijn huis dan. Ik heb al zoveel kaarten gehad. Ik hou van jouw promes. Zo. Hey. Dat is aardig. Wow. Lieve promes, veel beterschap. En ik hoop dat het snel beter gaat. VVV Venlo. Mooie tekening. Gerald Promes, kijk. Beste Gerald, veel beterschap met je knie. Ik hoop dat het snel beter gaat. Van Koen de Jong. En ik ben van de Cool Kids. Alles heen is VVV. Shit! Het is net alleen, Leon. Hier, je kan aan de bak, man. Met mij gaat het goed. Ik ben nu inmiddels 3 weken geleden geopereerd. En het herstel gaat goed. De artsen zijn tevreden, de fysio's tevreden. En het gaat de goede kant op, maar het gaat wel langzaam natuurlijk. De komende 3 weken moet ik nog rustig aan doen. En daarna kan ik weer proberen te lopen, heel langzaam. Dus het gaat de goede kant op. Ik krijg heel veel leuke berichten van de fans. Van eigenlijk over heel Nederland. En daar ben ik ook heel blij mee. En ik krijg ook heel veel kracht van. Weet ik ook 100% zeker tijdens mijn revalidatie. Dus het gaat de goede kant op. Ik wil alle fans bedanken die me berichten op social media hebben gestuurd. Die brieven naar me hebben gestuurd. Boeken, bloemen. Die zou ik allemaal willen bedanken. En ik waardeer het echt. Dank u wel. Bedankt voor het komen. Tot de volgende keer. Na de koploper volgt nu de hekkensluiter. Zondag gaat VVV op bezoek bij NAC Breda. Vorig seizoen werd daar gewonnen door een goal van Lennartie. De Brabanders zijn al het hele seizoen in de onderste regionen van de Eredivisie terug te vinden. Thuis won VVV met 3-0 van NAC. Inmiddels staat de club stijf onderaan met 8 punten achterstand op FC Emmen en de Graafschap. En is trainer Mitchell van der Gaag vertrokken. Grote vraag is of de nieuwe trainer Ruud Brood zondag al voor het zogenoemde schokeffect kan zorgen. Bij NAC is heel veel gebeurd. Die staan wel laatste, maar die hebben een totale nieuwe technische staf. Het is NAC uit, dat is gewoon altijd een hele lastige wedstrijd. Hè. Daar gebeurt wat met dat elftal, er gebeurt wat met die ploeg. En die zullen deze kans, hè, nu moet ze tegen ons, volgende week moet ze tegen Excelsior, dat zullen ze toch aangrijpen als 2 wedstrijden die ze moeten winnen. Dus ja, dat is toch wel heel anders. Wat je spelers moet benadrukken is dat we hetzelfde moeten opbrengen. Als tegen PSV en dan zijn wij tot mooie dingen in staat. Maar als we dat niet doen of daar gemakkelijk over denken, dan kun je die wedstrijd zomaar verliezen. Nou, de vraag is hoe snel Ruud Brood natuurlijk daar de zaak op de rit heeft. Nou goed, daar heeft hij een week de tijd voor. Nogmaals, dat moet altijd blijken. Maar ik denk dat het een hele lastige wedstrijd gaat worden. Want in principe hebben zij niet zo heel veel te verliezen. Hè. Ze staan heel veel punten achter. Dus zij zullen de schoon van zich afgooien en alles aan doen om de komende 2 wedstrijden te winnen. Waardoor ze weer zicht houden op eventueel de nummer 16 en 17. Dat wordt een lastige wedstrijd. NAC is thuis gewoon een moeilijke tegenstander. Ja, met een nieuwe trainer, een nieuw elan. Misschien, je weet niet hoe ze gaan spelen, wat ze gaan doen. Of er wisselingen gaan plaatsvinden. Dus er zal gewoon een heel andere nacht staan dan die al 26 wedstrijden aan het bungelen was. Ja, zorgt dat dan toch ook niet een beetje voor extra spanning? Je kunt onbevangen nog spelen, denk ik, tegen een koploper hier thuis dan bij de hekkensluiter uit. Nou ja, we staan er goed voor. Dus er is totaal geen reden om spanning te hebben. En we hebben nog 8 wedstrijden. En daar moeten we gewoon een aantal van zien te winnen. En dan weet je nooit waar het schip strandt. Maar we gaan er gewoon zonder echte spanning naartoe. Tenminste, ik heb geen echte spanning. Voor jou natuurlijk wel een wedstrijd die, denk ik, al langer rood omcirkeld staat in de agenda, of niet? Nou ja, toen Massa speelde was het wel zo inderdaad. Nu ook wel natuurlijk, omdat je komt uit Breda. En dan is het toch leuk om daar te spelen met veel bekenden op de tribune. Dus dan is wel leuk om daar te spelen, maar niet meer dan dat. Zoekt weer de ruimte om zelf uit te halen. Oh! Ja, bij de eerste had je nog het gevoel, daar zit wel heel veel geluk bij. Van richting veranderd, wat doet Swinkels nou precies? Dan kan je een hoop vraagtekens zetten bij wat ADO daar allemaal doet.
geen vraagtekens nodig. Dit is een werelddoelpunt. Met heel veel lengte dus bij VVW voorin. Maar daar komt die bal niet. Nu wel bij Post. Zo, Danny Post. Wat een goal zeg. Ho, 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 wat een knal. En zo zal Chabot nog wel eens even nadenken over de corner die hij weggaf. Wat een geweldige goal van Danny Post. Messaoud die de bal goed meeneemt. En daar is de bal binnen. Nee. Wat een goede redding van Oenerstal. Geweldige aanval ook van Excelsior. En Omarsson bij een van zijn eerste acties. Bij de tweede paal komt hij die bal goed binnen. Prachtige paas van Bruins. Eindelijk de diepte gezocht. Goede beweging van Messaoud. Om Post heen. En dan Omarsson. En weer die reflex van Oenerstal. Ja, Maurice, de top 3. We zijn bij jou begonnen aan het begin van het seizoen. Nu komen we ook weer bij jou uit. We gaan de rest van de technische staf doen. Je weet welke fragmenten erin staan. Dus eerst wil ik van jou weten welke je eruit gaat halen. Ik ga de goal van Danny Post eruit halen. Ik denk wel dat het misschien technisch wel de mooiste goal is die we dit jaar gemaakt hebben. Maar uiteindelijk heeft het niks opgeleverd. Want we hebben die wedstrijd verloren. Dus dan heb je altijd wel een nare smaak over zo'n doelpunt. Maar het was natuurlijk een schitterende goal. En je moet ergens kiezen. De goal van Patrick die was ook schitterend. Maar dat leidde tot de winst in Den Haag. Dus dat was heel mooi. Ja, en de redding van Lars was natuurlijk heel erg belangrijk met het oog op de wedstrijd tegen Excelsior en de punten. En de afstand die je van Excelsior neemt. Dus ja, ik haal de goal van Danny eruit. En wat ik graag terug zou willen, als dat mogelijk is, is het scanderen van het publiek na de wedstrijd tegen Excelsior. De naam van Gerald, samen met de spelers. De overwinning werd gevierd en daarna werd een mooi eerbetoon gehouden aan Gerald Promes. En dat verdient hij. Ik bedoel, hij heeft niet gescoord dit jaar of assist gegeven, maar hij is ongelooflijk belangrijk geweest voor de ploeg. En belangrijk voor het elftal binnen en buiten het veld. Dus dat vond ik zelf een heel mooi moment. VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering & Lunch Service.